Ik ben Michiel. Ik werk bij Laban Foods, manager bedrijfsbureau. Laban Foods is een bedrijf wat produceert kruidenboter en roomboter voor de retail en de groothandel, zowel binnen als buitenland. Wat vooral voor ons belangrijk is dat wij snel traceability testen uit kunnen voeren en ook snel kunnen zien wat waar welke producten in verwerkt zijn. Daarnaast is het financiële aspect natuurlijk van groot belang, de groot boek, rekeningen die allemaal makkelijk uit het systeem gehaald kunnen worden. Daarnaast kunnen wij aan de hand van de tablet mengerij en de productie, Heike kan snel zien wat hebben ze nodig, wat gaan ze produceren op een dag. Dit kunnen zij aan de hand zien van materialen die verwerkt daarvoor nodig zijn, de etiketten, verpakkingsmaterialen en ik denk dat een stukje inrichting Aptien daarin behoorlijk geholpen heeft. En uiteindelijk als het staat, dan werkt alles ook gewoon naar behoren. Ik denk doordat wij het inboeken automatisch doen, krijgen de eindartikelen al een bepaald lotnummer, barcode. En die kan dan aan de hand van de verkooporde krijgen ze dan een SSC-label. En vanuit daar kan de leverancier van tevoren al zien welke artikelen krijgen ze, met welke TNT, hoeveel staat er op een pallet. Aan de hand van de EDI, DSRV-berichten, kunnen zij daardoor makkelijk de ontvangst van tevoren al inzien en weten ze wat ze binnenkrijgen. Voor de traceerbaarheid is dat natuurlijk ook goed om te weten. Ik denk dat het voor ons het belangrijkste is om bij te blijven met het proces. En daar hebben we de ontwikkeling en de kracht van Aptien voor nodig om dat voor elkaar te krijgen. Ik denk dat de kennis die Aptien heeft heel breed is, waardoor de vraagstukken die wij hebben makkelijk kunnen geven aan Aptien. En die zoekt dan uit wat voor ons het best werkbaar is.